Het is vandaag donderdag 22 april en ik zit hier via Zoom tegenover Johan Terijn. Dag Johan. Dag Fokker van der Meulen. Wij hebben elkaar in aflevering 300 al heel kort even gesproken over het uurblauw, maar toen hadden we maar 300 seconden. En misschien is 300 seconden wel wat kort om over een rouwproces te praten. Die duren gemiddeld iets langer. Dat duurt gewoon iets langer. Maar zoals je toen eigenlijk ook zei, een rouwproces is natuurlijk voor iedereen iets anders. En voor jou is het, je hebt een podcast, een boek, een voorstelling en een audiowandeling. Komt er nog iets anders? Komt er nog een kleurboek? Of wat komt er het uur blauw, dat je nou een kleurboek? het komt zoals het komt. En voorlopig zijn er geen plannen om er nog een andere poot aan vast te hangen. Ik kan me voorstellen, omdat het inderdaad, dat is je rouwproces, dat is deel van het proces. En je hebt het over andere mensen, hoe die ermee omgaan. En die gesprekken die je gedaan hebt, die 12 podcasts, komen erin voor. En dan die voorstelling. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daardoor er langer mee bezig bent dan dat iemand anders misschien dan mee bezig is. Omdat je daar nu ook een voorstelling en een job van hebt gemaakt. Ja, ik ben er in elk geval intensiever, denk ik, dan gemiddeld mee bezig geweest. Ja, dat kun je wel stellen. Ik heb me die vraag ook al gesteld. Hè. Van wat zou er gebeurd zijn mocht er geen lockdown zijn geweest? Hè? Want mijn vader is overleden in de eerste lockdown. Ja. Toen de wereld echt stil stond. Hè? Ja. Toen we allemaal bang in ons huisje zaten en niemand mochten zien. Ik heb me wel eens afgevraagd van wat als mijn vader nu was gestorven en die lockdown was er niet geweest, die coronacrisis was er niet geweest. Ik stond dan elke avond vrolijk Mamma Mia te spelen op de stage van de Stad Schouwburg. Hoe had mijn rouwproces er dan uitgezien? Ik kan me dat dus nu totaal niet voorstellen, want ik zou er heel weinig tijd voor hebben gehad in elk geval. Ik zou triest zijn geweest en pijn hebben ervaren en dat dan moeten onderdrukken om 's avonds het podium op te stappen. Maar ik kan dat niet vergelijken natuurlijk. Nee. En ik denk eigenlijk, ik ben er... Mijn intuïtie zegt dat het door er zo intensief veel tijd aan te besteden, dat het op zich veel sneller allemaal zo wat zijn plek heeft gevonden. Ja, ja. Betekenissen heeft gekregen. Sluimert, omdat je er echt op hebt kunnen focussen. Omdat ik er ook actief mee bezig ben geweest en daarna actief op heb gereflecteerd. Van wat is dat nu geweest en waarom heb ik dat nu eigenlijk gedaan? Waarom ben ik een week na het overlijden van mijn vader met iemand in het donker in een bos gaan stappen? Je moet het goed uitleggen, vriend. Zo in het donker bij iemand in een bos gaan lopen. Het klinkt toch ook als een soort... Ja, maar ik dacht dat soms echt te fokken. Dan had ik met een vrouw afgesproken en dan dacht ik... Oh, hoe raar is dat? Het is 4:30 in de ochtend. Ik sta hier te wachten op een parking naast een bos. We hebben elkaar nog nooit gezien. Al die auto's die voorbij rijden, denken, ja, daar heb je er weer een. Ja, heel vreemd hoor. En je komt ook andere mensen tegen. Hè? Die zijn echt nog vreemder natuurlijk. Ja, niet zoveel, maar die, dat is wel gebeurd, ja. En waren die dan de hond aan het uitlaten, of waren die echt op zoek naar iets? Hond uitlaten, zwervers die ergens liggen te slapen. Iemand die een schat aan het schraven? Nee. Dus, Iemand op een, ik dacht een moto, maar toen ik de geluidsopname terug hoorde, besefte ik dat het een brommertje was. Maar op dat moment was het pikken donker in het... Hoor jij dit heel goed, want er is hier naast iemand aan het boren. Hoor je dat? Nu is het net gestopt, weer typisch. Dat gebonk en dat geboor, hoor, heb je daar veel last van? Never mind. Okay. Ja, dus brommertje, het was een brommertje. Dat het een motto was. Maar op dat moment mocht je niet motto rijden. Hè? Ik dacht, iemand komt hier stiekem s'nachts in het bos crossen. Dat was op een brommertje, hè. Maar je bent natuurlijk veel, veel bewuster van als je in zo'n rare situatie met iemand, dat is een hele rare... Je bent eigenlijk hypersensitief eigenlijk. Ja, kan me wel voorstellen. Je kunt het niet anders omschrijven. Alles krijgt een of andere rare betekenis. Hey, en je hebt die podcast en zo. En het boek heb je geschreven dan waarschijnlijk voor het najaar? Ja, najaar 2020. Dus, najaar 2020. De podcast was in mei en juni. Dus dat was een beetje... Het begin van de uitzichtloosheid, zeg maar, weet je wel. De manier waarop mensen in corona stonden,
was helemaal anders dan nu, denk ik, hè, een jaar later. Ja, zeker vast. Dus ik kan me ook voorstellen dat als er nu iemand overlijdt en hoe de mensen nu dat moeten doen, dat dan nog weer anders is. Omdat er toen wist je het niet zo goed en dacht je van, oei, shit, dat ik het net dat nu... Ja, ik denk dat het nu nog erger is eigenlijk. Ja. Omdat je nu, toen wisten we niet wat ons overkwam. Hè? Dus had je zoiets van, oké, we zullen het maar allemaal netjes doen. Niemand protesteert daartegen, het was een gevaarlijk punt. Ja. Terwijl nu zijn we meer dan een jaar verder. Ik denk dat de omstandigheden zijn al iets versoepeld. Ik denk dat er nu 50 mensen mogen zijn, als ik me niet vergis. Maar, dat wisselt elke week. Ja, dus toen was het 15. En nu heb je zoiets van, kijk, dat is toch te gek dat je na zoveel tijd nog altijd geen andere regeling hebt voor iets wat zo essentieel is. En vooral voor iets wat je niet kan uitstellen. Hè? Want wij dachten dat in april 2020, dachten wij, ach, we doen het in september nog wel eens over met iedereen erbij. Maar dat gaat eigenlijk niet met een begrafenis. Nee. Dat afscheid is genomen, je kan wel een herdenking doen of zo. Maar het echt afscheid is weg. En, en ik denk dat valt nooit meer goed te maken. Toen was er een soort gevoel van, dat net nu moet gebeuren, want over een paar maanden kunnen we gewoon wel samen. Maar nu is er veel meer een soort van, we weten het niet meer en we hebben geen idee wanneer het dan wel mag. En wanneer het weer terugverstrengd wordt of terugversoepeld. Dus er hangt nu veel meer een, toen was het een soort van, dat dat ons nu overkomt, dat is wel kut, want we kunnen niet samen zijn. En nu, ik denk dat er nu veel meer iets is van, ik weet het allemaal niet meer. Dat het nog een grotere verslagenheid is of zo. Ja. Verslagenheid is misschien wel een goed woord. Maar toen was het echt... en pas op. Mijn vader is niet aan corona gestorven. Dus ik heb hem nog mogen zien voor hij stierf. Ook al zat thuis waar hij verbleef in lockdown. Mocht ik toch nog een half uurtje bij hem zijn. Ja. Ik mocht hem gaan groeten toen hij gestorven was. Dat zijn toch essentiële dingen die heel veel van die mensen op dat moment niet hebben meegemaakt. Omdat men mocht daar gewoon niet bij iemand die corona had. Dus zowel het laatste afscheid als het groeten van het lichaam behoorden er niet bij. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon... Dat zijn essentiële zaken eigenlijk, hè? Ja. Van een laatste Skype-gesprek naar een urne zijn gegaan in hun belevingen. Die hebben het gevoel, iemand is verdwenen uit mijn leven. Hè? Want ik heb niet gezien wat er gebeurd is. En dat zijn de meest traumatische verhalen, denk ik. Hey, Johan, ik kan me voorstellen dat jouw leven een beetje aan het beheersen is. De podcast, de voorstelling, het boek. Ik ga ervan uit dat mensen hun verhalen ook graag... behalve die 12 die er al gedaan hebben, dat andere mensen hun verhaal ook nog graag bij je willen. Dat je een beetje... Heb je niet last van het posterboy rouwverwerking? Ik kan me voorstellen dat is een mooi gegeven. Maar er zijn nog andere delen aan jouw persoonlijkheid. Hè? Jij weet heel veel van wetenschap voor jeugd. En je weet nog meer van moorden oplossen in de Ruppelstreek. Dat is toch iets waar ik jou vooral van ken. Ja, sindsdien is er ook geen criminaliteit meer. Nee, je hebt dat daar opgelost. Er is gewoon geen criminaliteit meer in de Ruppelstreek. Ja, nee, het heeft zeker het jaar 2020 heel veel van mijn energie en tijd in beslag genomen. En nu, kijk, ik ga die voorstelling nog spelen in het najaar 21 en voorjaar 22. Ja. En dan zal het stilletjes wel vertrekken uit mijn systeem. Dus er is nu op dit moment in mijn dagelijks leven veel meer ruimte voor iets anders dan voor het uur blauw. Ja. Dus dat valt op zich wel perfect mee, ja. Ja. Wel, hetzelfde geldt natuurlijk voor het hele Mamma Mia musical verhaal, waar jij een rol in hebt. Welke rol had je eigenlijk in Mamma Mia? Of heb je in Mamma Mia? Ik speel een van de vaders, de mogelijke vaders van het hoofdpersonage. Dat is het verhaal, hè? Er zijn Mamma drie Mia vaders kent. Waar ze dus, uit... Ja, ja. Je hebt een meisje dat trouwt op een Grieks eiland. Sophia trouwt, maar weet niet wie haar papa is. En haar mama, Donna, is een alleenstaande moeder. Heeft in de periode dat ze verwekt is, drie vriendjes gehad. Dus ze zoekt dat op in dat dagboek en ze nodigt die drie mannen uit. Ja. En ik speel Sam. Dus dat is de rol van Pierce Brosnan in de film. Kijk eens aan. Je bent gewoon James Bond. Ja, dat komt nog. In de musical James Bond. James Bond musical. Ja, dus voilà. Ik ben dan eigenlijk de love interest van Donna uiteindelijk. Ja, hey, en was dat eerst een musical en dan een film?
Ja. En dan, de andere versies. Dus de film is na de musical gekomen. De film is gebaseerd op de musical, absoluut. Ja. En wij maken nu in Vlaanderen... er zit iets in mijn oog. Wij maken nu in Vlaanderen een nieuwe versie eigenlijk, voor het eerst. Dat is wel heel tof. Ja. Dus je hebt, dat is zo heel geformateerd, hè? Dus je moet in elk land exact dezelfde versie opvoeren, hetzelfde decor. Hè? Ah ja. Dan hebben we een soort bijbel, een soort Dat is volledig, ja, ja. Ja. En wij hebben een soort B-versie gekocht, waarbij we volledig nieuwe ensenering mochten doen. Maar het verhaal moet natuurlijk wel in het verhaal blijven. Ja, ja, ja. Hey, en Stanny Kretz zit daar ook mee achter, geloof ik, hè? Ja, dat is de regisseur, hè? Ah ja, dus, en die speelt ook mee. Speelt ook in mijn vaders. En speelt hij dan Colin Firth? Of Stellan Skarsgård? Nee, hij speelt... Hoe zeg je dat? Stellan Skarsgård. Als je dat snel uitspreekt, dan hoort niemand dat je het fout uitspreekt. Stellan Skarsgård, zeg je dan. Ja. Ja. Alright, en wie is Colin Firth? Dat is Govert de Ploage. Die ken je van in Wacht eens even. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ah ja, 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 ja. Ja, en, Wacht eens even, daar was ik vroeger fan van. Hè? En nu, en ook van de strips natuurlijk. Hè? Ja. Dus voilà, ik ben daar heel op een heel rare manier in terechtgekomen. Eigenlijk gewoon uitgedaagd door Stanny Kretz bij een pint te veel. Ja. Maar ja, dat zijn wel... Ik bedoel, je bent nooit te oud om nog eens iets nieuws te proberen. En het grappige is, want... Ik heb in mijn leven 3 musicals gezien. Hè? Dus ik ging er helemaal niet naartoe. Dat behoorde niet tot mijn cultuurbeleving. En Stanny stelt, zou dat niks voor u zijn, zo in een musical meespelen? En ik zeg onmiddellijk ja. En ik schrik van mezelf. En ik denk, wat heb ik nu gezegd? Dus diep van binnen zat er een drang tot musical. Ja, ofwel... wat ik vooral heel leuk vind, is zo nog eens een uitdaging krijgen waar je zo echt voor... het 80ste van je tong moet laten zien. Zo, echt waar, hè, want ik ben dan een jaar zangles beginnen volgen en ik heb dat echt heel hard Je bent heel serieus aangepakt. En dat vind ik heel leuk. En kun je nu goed zingen? Nee. Dat vind ik jammer, want anders dan had je nu een liedje moeten zingen. Beter dan het jaar ervoor. Hoeveel nummers moet je... heb je ook echt een solo nummer in je voorstelling? Ja. En dat is natuurlijk pipi in de broek. Ja. Eén solo-nummer en één duet met Anne van den Broek. En hoe heet het solo-nummer? Dat is Knowing Me, Knowing You. Ah, oké. Okay. Dat is wel mooi. Het is natuurlijk wel, liedjes zijn wel goed, hè? Ik ben ik, jij bent jij, heet dat. Ik ben ik, jij bent... Ah, wie heeft de vertaling? Heeft Stanny ook de vertaling gedaan? Ja, ja. Dat is wel heftig, dat is wel lastig om zo'n iconische nummers van ABBA... Ja, maar wat daar leuk aan is, hoor ik van mensen die in het publiek zitten, is dat je die begintonen en je hebt dan andere woorden en dan heb je zo'n soort quizje in jezelf. Ah ja, dat nummer. Daar zit zo'n soort intern quizje aan verbonden eigenlijk. Hey, en omdat jij natuurlijk zelf ook theatermaker bent, mocht je ermee bemoeien? Heb je ermee bemoeid? Vond je het lastig om je er niet mee te bemoeien? Ja, dat is natuurlijk zo'n groot spektakelmolen. Ja. Waar je als acteur uiteraard voor je eigen rol uw verantwoordelijkheid neemt en in dialoog met de regisseur. Ja. Voor de scènes die je met anderen doet, gaat ook in een soort van dialoog. Maar uiteraard, ja, zeiden een radertje. Ik heb mijn ogen ook opengetrokken, hoor. Hoe zo'n groot spektakel in elkaar zit, hoe een gigantische choreografie dat eigenlijk is. Ja. Los van de dansjes, hè, maar ook een choreografie van decorstukken. Ja, ja, en timing. En dat is echt feest. Zit eigenlijk tussen wat jij doet solo op een voorstelling en een film. En dit zit daartussen zo. Hè? Dat is eigenlijk een beetje een tussenstap. Het is echt een groot, veel groter feest dan ik mezelf had voorgesteld op voorhand. Ja, kan ik me voorstellen. Hey, veel mensen kennen jou natuurlijk. Ik heb het eerlijk gezegd nooit gezien. Maar alle vrouwen van, laten we zeggen, tussen de 25 en de 35... zijn allemaal verliefd op die man van Groot Licht. Dat is toch wel zo, hè? Verliefd, dat weet ik niet, maar... Jawel, nat in de broek. Ik bedoel, toch... vochtig. Vochtig in de onderbuik, toch? en ik zie... Je hoort daar ook een vraag bij, of moet ik... Dat is gewoon een vaststelling. Nee, maar word je daar nog veel op aangesproken? Het meest van al. Ja. Veel meer dan op de moorden in de Ruppelstreek. Nee,
Ja, het meest van alle eigenlijk. Dus op een of andere manier, gek, je hebt natuurlijk mensen die dat nooit gezien hebben, dus die gaan me er niet op aanspreken, maar het is een hele generatie. En dat, Groot Licht, dat is een programma dat van 5 tot 15 werd bekeken op dat moment, dus dat is toch wel een echt decennium. En die generatie, ja, die hebben daar nog een grote nostalgie naar, die zullen me er ook altijd op aanspreken of zo. Ja. Ja, ja. En dat was ook met een Nederlandse actrice, of ja, een Nederlandse presentatrice. Ja. Ja, dat was, jullie hadden Yvonne ook gewoon Jaspers. Een leuke synergie, hè? Yvonne Jaspers heette die, hè? Ja, ja. Ja, jullie hadden ook gewoon een leuke synergie. Ja, dat werkte gewoon heel goed. Dat was gewoon ook heel plezant om te draaien. Ik ging altijd in Amsterdam draaien, dus dat was super tof. Ja. En dan heb ik er ook nog een Duitse versie van gemaakt. Ja, ik zo veel om te vertellen, maar dat is echt, dat was hilarisch. En met een Duitse presentatrice dan? Nee, ook met een Nederlandse, maar wel een andere. Ah ja, en wie was dat? Lottie Hellingman. Lottie, dat klinkt ook een beetje Duits. Hey, en die Helmut. Maar, en dat heette, hoe heette dat? Die grote liefdes. Genau. Ah, die grote liefdes? Nee, nee, dat heette Genau. Genau. Ja. En hoeveel seizoenen waren daarvan? Dat is eigenlijk een compilatie. Er is één seizoen van gemaakt, maar we hebben daar. Dat was een langer seizoen, omdat we drie seizoenen in het Nederlands hadden. Greatest dus we hebben hits. De beste. Ja. Inderdaad, de greatest hits. De grootste hits. Grootste hits. Ik zie hier dat jij ook twee afleveringen van Wacht eens even hebt meegespeeld. Ja, oh ja, dat was een klein gastrol. Maarten Beijens. Ja, ik heb je Wikipedia of je IMDb-pagina opengedaan. Okay. Dus jouw eerste ding, volgens dit ding, is in 1997 in Terug naar Oosterdonk. Klopt dat? Ja. Dus, en dan in Rupel is van 2004 tot 2019. Dus daar heeft er een paar tussendingen gezeten dan. Was het laatste in 2019? Nee, we hebben daar maar twee seizoenen van gedaan. Maar dat wordt nog altijd uitgezonden natuurlijk. Ja, er zijn twee seizoenen van inderdaad. Samen met Hilde Heijne. Ja. En dan iets wat ik wel gezien heb, want dan woon ik hier, dat is dat paranormale programma wat jij ook gepresenteerd hebt. Hoe heet dat nou ook weer? Het zesde zintuig. Het zesde zintuig, juist. Hoe sta je daarin? Heeft dat jouw visie op dat soort zaken veranderd? Je hebt daar ook een paar seizoenen van gedaan, denk ik? Of één, toch? Twee, ja. Ik ben daar heel nieuwsgierig in gestapt. Ik vond dat heel plezant om te doen. Dat is een van de leukste sets die je kan voorstellen. Dat heel die ploeg zit te kijken van hoe doen die dat. En je probeert het te ontraadselen. Dus dat was op zich heel fijn om te maken, dat programma. Ja. Heel nieuwsgierig, maar ook heel... zeg je dat met twee voeten op de grond? Licht sceptisch. Ja. Ik kan zeggen... Ik heb nooit moeite gehad om mij in te beelden dat wij zoiets hebben als intuïtie en dat de ene daar wat beter in bekwaamd heeft dan iemand anders. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik op zich allemaal niet zo heel raar. Paranormaal, dat wil zeggen buiten het normale of gestuurd door het universum of wat dan ook. Ja. Dat is natuurlijk fantasie. Maar fantasie is iets fantastisch, hè? Allee, ja. Maar heb je daar dingen gezien waarvan je dacht van... Ja, oké, okay, deze kan ik wel echt niet uitleggen. Ja, maar heel weinig. maar wel een paar. Klopt, ik heb wel kiekenvel momenten als ik eraan terugdenk, ja. Volgens Wikipedia zijn er drie seizoenen van. December 2008. Dat heb jij niet gepresenteerd. Ah. Nee. En, toen had ik de paranormale wereld wel zien. Die had ik toen wel wel gezien. Achter je rug. Toen, ja, ja. Oké. Okay. Ah ja, alright. En dat is toch ook iets... Ja, dat is jammer dat ze daar eigenlijk niet meer... Of ja, waren ze op misschien, alle kandidaten? Ja. In elk seizoen had je natuurlijk wel een aantal mensen waarvan je dacht... Waarom ben jij hier, hè? Dat was ook moeilijk, hè? Want het criterium was alleen maar... Als je vond dat je het zelf kon, ja, dan mocht je kandidaat stellen. Ja, was wel een voorronde, ja, geloof ik. Ja, tuurlijk. En dat was een wedstrijd ook. Maar ja, we deden gewoon testjes. Hè, en als het niet klopte, lag eruit. Maar ja, wat betekent dat over de ontwikkeling? Alles wat heel correct moest zijn... Alles wat heel correct moest zijn, dat lukte nooit. Nee. Eigenlijk, basically. Nee. Dat lukte nooit. Als het echt een heel correct, precies antwoord moest zijn, dan...
Maar in het verhalen en zo, ja, zaten er soms dingen. Dus ik herinner me zeker de finale van het eerste seizoen, waar ik zelf toch wel naar huis reed en dacht... Ja, dat is toch wel meer ik dan... Niks, ik kan hier niks aan logica aan toevoegen. Of zo, maar en die is gewonnen door een zekere Jacqueline, zie ik hier. De eerste. Ja. Ja. Geen contact meer mee. Nee, ook niet, ja, niet spiritueel. Paranormaal wel. Paranormale vibes in de kop. Goed. Nou ja, nee, maar het is wel grappig natuurlijk dat je dan nu zou denken van, ja, het gaat, is er in het uur blauw, help me, ik heb het bruggetje daar terug om het rond te maken, is er in het uur blauw, zijn er mensen die in een rouwverwerking of denken, ik wil terug contact, of ik wil toch die hiernamaals, ik wil contact met mijn overleden familielid of zo, zijn er mensen die daarover gesproken hebben? Nee. Over, ik wil contact met mijn overleden. Ja, dus okay. Het gaat over rouwverwerking. En van, ja, maar ik ga hem misschien nog terugzien. Of ik wil een teken. Of ik wil daar nog... Wat mensen wel ervaren, en dat heb ik zelf ook ervaren. En dat is gewoon zo. Dat hoort ook bij die hypersensitiviteit die je hebt. Je begint gevoelig te worden voor spirituele dingen. En dat kan zijn... Ik ga wandelen en ik heb het gevoel dat mijn overleden moeder... bij mij is. Erbij is, ja. Ja. Zonder dat je die ziet en zo. Hè. Zonder nee, maar gewoon een gevoel. Ja, hè, een gevoel. Ja. Ik heb dat ook gevoeld op een bepaald moment. Ik lag in mijn bed 's morgens en ik werd wakker en ik dacht, goh, ik voel me eigenlijk krachtiger dan anders. Ik voel een kracht in mij. En op dat moment legde ik de link met mijn vader van, oké, okay, dat is allemaal niet... Dat is allemaal ook weggetrokken. Hè? Dat hoort een beetje bij dat rare moment van een overgang. Van elkaar zo lang gekend te hebben. En dan plots is dat definitief voorbij. Dus je begint dingen te zien en betekenissen te geven. Waarvan je ook tegelijkertijd weet, als je een beetje nuchter in het leven staat. Dit hoort bij een soort vergrote sensatie. Maar ja, dat kan ook een steun zijn. Of een fijn gegeven zijn. Je bent eigenlijk een beetje op zoek... Een overlijden is net zoals het leven zinloos. Hè? Ja. Dus je bent een beetje op zoek naar zin. Ja. Naar betekenis. En dat hoort daar wel bij. Dat is ook, want ik vind dat helemaal niet zo raar. Natuurlijk, wetenschappelijke verklaringen of zo zijn daar niet voor. Maar dat hoort bij een soort beleving. Ja. Nu, dat geeft toch voor mij aan dat alles... Ik bedoel, je kunt alles wetenschappelijk willen benaderen en weet ik van wat. Maar het feit dat wij zo in elkaar zitten en dat soort dingen gebeuren... Dat een geest en hoe je brein en je geest werkt... Dat toch iets bijzonders is. En toch iets meer dan alleen maar puntjes die verbonden worden... En bloed en dingen. Dat iets aan de hand is. En dat is een heel krachtig ding. En dat heet verbeelding. Hè. Ik ben er een geweldige fan van. Dat is uiteindelijk ook mijn werk. Ja. En dat is gewoon een systeem dat wij hebben en kunnen als mens om iets draaglijker te maken. Bijvoorbeeld in het geval van een overlijden. Het heeft geen enkele zin om daar... misprijzend over te denken of zo. Ik vind dat eigenlijk iets heel graaf. Het hoort er gewoon bij, ja. Ja, ik vind het zelfs iets heel graaf dat we dat kunnen. Ja. Ja. Hey, en over verbeelding gesproken en over... want dit is je eerste boek, hè, Het Uur Blauw. Heb je zin... Vond je het schrijfproces leuk? Heb je zin om nog boeken te schrijven? Ik vond het schrijfproces heel leuk. Vond ik echt waar. Ik heb daar ook... Dat boek volledig tijdens het Uur Blauw geschreven. Dus ik heb, want ik had overdag andere dingen te doen. Dus ik heb echt een dagelijks ritueel gemaakt om ergens tussen 5, 6 en 8, 9 uur 's morgens te schrijven. Ja. En dat was ongelooflijk plezierig. Ja. Ook weer zo in een verhoogde vorm van concentratie en focus. Ja. Omdat de wereld ligt nog stil. Dat licht komt, ik zeg, in mijn bureau komt er nogal veel licht binnen. Dus je ziet ook... Je zag echt veranderen. Elke keer terwijl je aan het schrijven was, ik zat er de zon echt elke opkomen. Keer in. Ja, zalig. Ja, helaas ligt de zon niet vlak. In ieder geval het licht worden. Maar ik zag het licht veranderen, ja. Ja. Dus dat was een heel fijn proces eigenlijk. Maar ik weet ook, je moet een dwingende noodzaak hebben om een boek te schrijven. Hè. Ja. Anders breng je dat niet op, dat vraagt zoveel discipline of zo. Dus...
Maar ik hoop wel dat me dat nog overvalt, dat ik daar opnieuw een onderwerp of een verhaal... Waar ja, ik, ja, en je moet natuurlijk dan... Want jij hebt, ik heb ze ook gezien, je hebt ook Ankerman en De Ingehuurde Man. En hoe heet die eerste voorstelling ook weer? Nooit van niks iets. Nooit van niks iets. Dus je, want dan moet je ook beslissen dat als jij een idee of er komt iets binnen, om het even een beetje spiritueel te zeggen, er komt iets binnen. In welke vorm je dat dan gaat gieten? Wordt dat een voorstelling of wordt dat een boek? Hè, in het geval van Urbouw is het allebei, maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Nee, dat gaat niet altijd. Maar ik denk wel, wat ik heel fijn vind aan het Urbouw, los van het feit dat het persoonlijk natuurlijk iets heel belangrijks is geweest voor mij, is het ook creatief iets heel belangrijks geweest voor mij. Het heeft mij echt een soort creatieve boost gegeven. En vooral omdat ik in alles wat ik ooit al gedaan heb, komt hierin samen. Ja. Dus mijn ervaring als radiomaker, maar ook mijn ervaring als theatermaker, mijn ervaring als columnist zit in dat boek. Dus, ja. en die crossover, ja, dat is super. Je hebt een verhaal en dat kan je via verschillende kanalen op allerlei, met hun eigenheden kan je vertellen. Dus ik wil eigenlijk heel graag... ook een beetje een midlife crisis project ook. Tegelijkertijd. Wat heeft dat nu met midlife te maken? Ik bedoel gewoon dat je een soort van al jouw talenten, al hetgeen wat je doet, dat je daar ook over nadenkt en dat daar ook nu samenkomt. Of zo. Ja. Dat je daar allemaal... Midlife crisis klinkt zo negatief, maar ik bedoel... Het heeft meer met maturiteit te maken. Maturiteit, dan ja, laat het zo. Hey, en heb je al een idee voor een volgende boek of een volgend iets? Of ik heb een thema waarmee ik een project wil opzetten dat ook eerst dit keer in theater zal beginnen. Ah, ja. En dan wellicht richting podcast zal gaan en dan uiteindelijk ook hopelijk een boek zal worden. Maar je gaat nu zeggen, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Nee, dat kan niet. Kun je nu nog niks over zeggen? Kan wel, nee. Maar je wil het niet, Johan Terijn. Nee, ik wil het niet, maar ik weet wel dat ik dit heel graag opnieuw wil doen met iemand die wat op de achtergrond is gebleven, maar met Randall Cazaar. Maar dat is Randall Cazaar die de illustraties gemaakt heeft. En, ja, maar die vooral ook de regie heeft gedaan van mijn voorstelling. Ja. En daarom ook ja, perfect. Allee, ik vind dat illustraties en de manier waarop het boek vorm heeft gekregen super ondersteunend en wisselwerkend met de tekst. En dat kan het is heel mooi vormgegeven, het boek. Ja. Het ziet er echt mooi uit. Kan alleen maar als je iemand hebt die net zo hard in het verhaal zit als jij natuurlijk. Ja, ja. Hey, en zijn er andere boeken of zo? Of dingen die jij... die voor jou inspirerend hebben gewerkt voor dit boek? Of heb je het echt helemaal uit jezelf geschreven? Of zei van ja, ik voelde... het heeft een bijzondere vorm. Je columns staan erin, maar je vertrekt ook vanuit een soort dagboek. En dan die interviewstukken, die worden allemaal, komen er allemaal in. En die hebben soms ook een andere kleur. En het is heel netjes. Zijn daar inspiratieboeken of dingen? Eigenlijk niet. Maar daar is de uitgeverij zelf heel sturend in geweest. Lano heeft me eigenlijk na 3 afleveringen van de podcast al gecontacteerd. Ah ja. Dus al in mei. En heeft toen gezegd van, je zit hier geen boek in. En ik heb toen gezegd, zeg, laat mij gerust, ik ben een podcaster vaak. Ja. Ik wil daar niet over nadenken. Maar als ik ooit vind van wel, dan zal ik terug contact opnemen. En in de zomer begon ik dan met die theatervoorstelling. En ik merkte al dat ik heel veel aan het schrijven was. Dus ik dacht, ja, dat ga ik nooit in een uur of anderhalf uur theatervoorstelling kwijtgeraken. Dus misschien moet ik toch nog eens contact opnemen met Lano. En de uitgeefster, Katrien, die had een geweldig idee al over hoe dat boek moest zijn. Ah ja, dus die had daar echt al... Zij had zoiets van, ja, ik wil dat je essays schrijft over allemaal verschillende onderdeeltjes van vrouwen die in gesprekken en in je eigen ervaring bent tegengekomen. En het zijn geen essays geworden, maar het is wel het begin geweest van daar zo, ja, op die van manier de structuur, over van hoe jij de structuur hebt aan. Hey, en hoe vaak heb je het kunnen spelen? Want door corona is dat ook niet evident geweest, neem ik aan. Nee, ik heb de première week kunnen spelen. Dus dat waren 4 voorstellingen in de studio in Antwerpen. Ja. En voilà, toen moest het en toen, maar toen was het boek nog niet uit natuurlijk. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je in de volgende voorstellingen die nog komen, die kunnen ze wellicht vinden op www.johanterijn.be of zo. Kom, natuurlijk. Ja. Johanterijn.com. En dan dat je dan achteraf die boeken ook wel gaat verkopen en signeren. Na de voorstellingen bedoel je? Ja. Ja, dat is wel plan. Ik kan me wel voorstellen dat dat... ik heb dat meegemaakt met Wouter de Pree.
die had een voorstelling over zijn vrouw die ernstig ziek was, die kanker had gehad. En een zeer straffe voorstelling over hoe ze dat ervaren hebben. Maar ook heel dramatisch, maar ook zeer grappige momenten. Fantastische voorstelling. Iets met bossenbollen en bloemen, zoiets, bijen en zoiets was het. En na afloop signeerde die ook spullen en boeken. En dan kwamen wel een hoop mensen, zeer dankbaar natuurlijk, maar hun verhaal ook doen. En dat was best heftig, vertelde die. Ja. Ik kan me voorstellen dat jou ook een beetje staat te wachten. Ja, ik bedoel, ook mooi, hè? Ook gaaf, hè? Maar... Ja, tuurlijk. Het is ook zo begonnen, hè, Fokke. Het is allemaal begonnen omdat ik heb mijn verhaal op de radio gedeeld. En toen zijn mensen al hun verhaal beginnen mailen naar mij. Hè? Ja. Zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. Dus het feit dat mensen hun verhaal aan je toevertrouwen, is voor mij de bestaansreden van het Uur Blauw. Ja, ja, ja. Als ze dat niet hadden gedaan, dan had ik dit nooit allemaal kunnen maken. Dus eigenlijk maak je zo de cirkel rond. Dat als ze de voorstelling daar komen doen, dan is dat eigenlijk gewoon de cirkel rond. Dat hoort rond bij hetzelfde. Ja, dat hoort bij het Uur Blauw gewoon. Ja. Dus ja, ik krijg nog geregeld mails van mensen die, nu is dat dan meer omdat ze de audiowandeling hebben gedaan. Ja. En dus dat is puur een uur dat je kan downloaden om zelf een uur voor zonsopgang te gaan wandelen met mij in je oortjes dan. Ja. En dan maak je zelf een soort ritueel of eerbetoon aan de persoon die je verloren bent. Die is ook te vinden op je website, neem ik aan. Ja. En het zijn nu die mensen die ik ook vraag van stuur je feedback, stuur je foto van de zonsopgang, omdat ik weet dat graag, snap je? Ik vind dat ook heel fijn om te voelen dat nog leeft, dat verhaal. Hè? Dat mensen zeggen, ik was vanochtend daar in dat natuurgebied in Lokeren en ik heb de meest fantastische zonsopgang gehad en ik ben nog nooit zo dicht bij mijn moeder geweest als toen. Ja, dat doet me natuurlijk heel veel deugd. Dan weet je, oké, hier is de zin van dit project is nog altijd levend. Ja, maar en ook, en dat heb ik zelf ook ervaren, is ondanks dat je, en zeker nu met corona, dat je inderdaad die maar 15 mensen en het gaat niet, dat je toch dat rouwen kunt delen, dat je dat met mensen, dat andere mensen die iets dat hetzelfde hebben meegemaakt, ik trok daar toch ook wel naartoe of zo. Jij hebt dit ook meegemaakt. Kunnen we, soms moest het er zelfs niet over gaan, hè, maar gewoon dat je toch dat kunt delen of dat je dat rouwproces toch samen kunt doen of zo. Of mensen die weten hoe het is, dat je daar toch... In verlies vind je verbinding, hè. Dat is, dat is wat je ervaart. Hè? Ja, snap ik. Maar ze zijn hier heel erg veel lawaai aan het maken hiernaast. Maar goed. Lieve Johan Terijn, bedankt voor je tijd en het boek. En veel succes. Ik hoop dat het dat je weer snel kunt spelen. Speeldata staan op je website. Ja, voilà. Het zal voor het najaar zijn. Dus ergens vanaf september, oktober spelen we volgende in bak. Volle zalen, voor zover dat gaat. Afhankelijk van de maatregelen. Inderdaad. Dat ons hopen dat ze eindelijk is... Wat staat er verder nog op het programma? Mamma Mia, we hebben het eigenlijk allemaal besproken. Het is, Mamma Mia, het Uur Blauw, de voorstelling. En dan het opstart van een nieuw project, dat zal ook voor het najaar zijn. Ja. Door corona is er natuurlijk een hoop dingen zoals Mamma Mia doorgeschoven. En komt het nu allemaal samen? Ja, als het allemaal mag. Want Mamma Mia is nog een ander paar mouwen, dat is voor 2000 mensen. Maar als het allemaal mag, zal ik nog veel op een podium staan dit jaar. Maar het kan ook even goed zijn van niet. Nee, precies. Dat is leuk, hoor. En dat doe je weer iets anders. Al die perspectieven die je hebt. Als al die mogelijkheden die daar niet weer doorgaan. Heerlijk. Moeten we weer een podcast verzinnen. Ja. En dan over iets vrolijks, hè. Tuurlijk. Maar ik vind ook... Nee, het hoeft niet over iets vrolijks te gaan. Het mag over iets droevigs gaan, als het maar... vrolijkheid in zich draagt. Ja, dat zijn we in de 300ste ook. Het feit, dat vind ik er ook heel mooi aan. Is het gaat over rouwwerk, het gaat over zware dingen, maar het heeft wel ook een bepaalde licht. Het heeft een bepaalde lucht. En het heeft bepaalde relativering. En dat vind ik er ook echt cool aan. Ja, dus, oké, merci. Voilà. Lieve Johan, bedankt voor het gesprek. Dank je wel, Fokke. En tot de volgende keer. You. Fokcast. Het is vandaag dinsdag 22 juni en ik zit hier via Zoom tegenover niemand minder dan Steven Lekter de Grijze. Hey, hallo Steven. Of moet ik nou Steven zeggen of Lekter? Ik vergeet dat. Je mag echt kiezen.
Echt? Oké, okay, dan zeg ik Paul. Paul, welkom in de... Dag, André. Paul en André. En nu komen ze nu... Oh, trouwens, kijk eens. Kijk eens aan. Ik heb een t-shirt aan van u. Schitterend. Je hebt dat, ik denk, via je website besteld. En ik vond dat gelijk... Dat, of via, ik vond dat gelijk een alien t-shirt, dus dat moest ik hebben. maar we gaan het hebben vandaag over de literatuur van de man Lecter. Je hebt een roman geschreven, Ondanks de Ondergang. Ja, het was dat of een keer mijn tuin onder handen nemen. Dus ik dacht, alles is goed om niet aan die tuin te moeten beginnen. Dus dan schrijf je een roman, hè. Ja, ah, ik wist niet dat het zo was, maar... het is een kleine tuin, dus daarmee dat het geen trilogie geworden is. Hé, hey, mensen kennen je natuurlijk als verschrikkelijk succesvol cartoonist. Hè? Ik heb bijvoorbeeld... dit boek van je, De Geschiedenis van België, waar een beetje een overzicht van je cartoons is. En de laatste is natuurlijk Lecter Lockdown. Mm-hmm. Hopla, ik heb je stukken van je oeuvre, heb ik. Ja. Ik ben ook grote fan van jouw Harakiwi boekjes. Ook vanwege de deze waarschijnlijk vooral, hè. Dingen met de popcultuurverwijzingen. Maar nu dus een roman. Ja, daar moet ik nu iets zinnigs over zeggen. Ja, dat moet je nu uitleggen. Dat moet je nu het is zoiets dat al lang aan het sluimeren was. Zo een, weet je, als je aan het brainstormen bent, je hersenen doet alles behalve die cartoon bedenken die je net die dag nodig hebt. Ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen. Als je over iets moet nadenken, dan denk je over alle andere dingen na, behalve over hetgeen dat je mee bezig zou moeten zijn. Ja. En dus bij mij is dat niet anders. Hè. Als ik cartoons moet maken, dan schrijf ik liever. En als, dus ik heb letterlijk... films gepitcht al, en tv-series, en boeken geschreven, en een half theaterstuk. Een vreselijk theaterstuk. Maar het is, ik denk dat ik ook maar de helft nodig heb, want de meeste mensen gaan bij de pauze toch naar huis gaan. Dus. Ja, ja, ja. Je moet, dus, gewoon, moet gewoon zorgen. Ja. En op een bepaald moment liep dat echt uit de hand. Dat was zoiets dat ik deed voor de fun. En ik begon zo door te hebben van, ja, dit is eigenlijk niet behalve leuk om te schrijven en om te doen, maar dit gaat de verkeerde... Allee, dit gaat de goede kant uit. Dit wordt misschien wel iets... Dit wordt iets concreet. Ja, c'est ça. En ik heb dan eigenlijk gewoon bij toeval een auteursresidentie gekregen in Brussel. Ah ja. Ik had dat aangevraagd voor een stripproject... Maar tegen dat al het papierwerk rond was, had ik eigenlijk al door dat dat stripproject niks ging worden. En dan kreeg ik het toegezegd van, mocht je nu een week gaan schrijven? Dat was boven de Passaporta, dat is zo in de Dansaarstraat, zo'n hele literaire boekhandel. Ah, ja, ja. En dan zit je daar een week de auteur te wezen in het centrum van Brussel. En dan heb ik daar echt een week aan gewerkt. Ja. En dan dat was zo het eerste moment dat ik door had van, dit zou levensvatbaar kunnen zijn. Hier kan ik wel iets mee. Okay. En dan heb ik het gewoon afgewerkt. Maar niet echt met het idee van, ik ga het publiceren. Eigenlijk gewoon eerst en vooral voor mezelf om te zien, kan ik dit? Want een cartoon, dat is een sprintje. Hè? Dat is zo iedere dag een kwartier gefocust zijn. En wat tekeningsjes er tegenaan mappen. En dat is buiten. En dan krijg je factuur en zo. Ja. De factuur sturen en dat is het. Maar zo'n boek schrijven, dat is letterlijk etterlijke jaren in mijn leven geweest, dat verhaal. En dat was heel dus vreemd. Het is geen, zoals bij velen, het was geen lockdown-projectje. Het was niet van, fuck. Nee. Voor iemand als een cartoonist is een lockdown hetzelfde als een gewone dag eigenlijk. Hè? Je zit thuis, ik ben al 30 jaar in lockdown. Ja, precies. Ja. Dus, maar het was eigenlijk al klaar voor de lockdown. En dan heb ik het laten liggen. En wist ik eigenlijk niet goed van, ga ik hier nu iets mee doen? En... ik had het al aan de uitgever van De Geschiedenis van België zo'n keer laten vallen, van ik heb zo wel al iets. Ja. Zou je dat gewoon een keer willen lezen, om te zien wat dat ervan denkt? Want je wilt dan ook uiteindelijk wel weten. Ik weet zelf ook wel dat het geen... In de Nobelprijs literatuur ga ik er niet mee winnen, of een Pulitzer of zoiets. Dat was ook nooit de bedoeling. En hoogstwaarschijnlijk als dat een recensie moet krijgen in De Tijd of zo, of in zo'n... een weekend bijlage, dat gaat niet hoog scoren, want uiteindelijk het is humor, hè. Ik blijf een humorist, een grapje als, hè. Ja. Maar ik wou toch wel een keer weten dat iemand die met literatuur bezig was, een uitgever dus, daarvan dacht. Ja. En ik heb hem gewoon gevraagd van, zou je dat keer willen lezen? Niet vooruit te geven, gewoon om te lezen. En hij had het heel druk en hij wou het wel lezen en ik heb het in zijn brievenbus gaan gooien.
Een paar dagen later kreeg ik al het bericht, want die had het ongelooflijk druk en het ging maanden duren. En een paar dagen later kreeg ik het bericht van, ja, we zouden dat eigenlijk toch wel moeten uitgeven. En dan heb ik daar toch nog even over getwijfeld. Zalig. Want je geeft jezelf bloot, hè. Ik weet, ja, als cartoonist kan ik gewoon... Ja, weet, zelfs slechte grapjes maken, ik raak er nog redelijk rap mee. Ja, weg. Ook omdat je op dat zo'n hoog tempo is. Ja, een slechte grap van. Daar zit de gebakken vis in, bij wijze van spreken. Voilà, de maar stel dat een roman. Ja. Voilà, stel dat een roman wil publiceren, dan ben ik er zo lang mee bezig dat de volgende keer dat ik dit doe, ben ik misschien 60. Ja. En ja, bon. Dus die eerste dat het uitbrengt, is de maatstaf. Ja, ja. En dus ja, dan wilde wel langs wel een klein beetje. Ja, er zit wel enige. Een paar dagen diarree aan vast. Op het moment dat dat uitkomt. Maar ja, kijk, het is, de reacties zijn positief eigenlijk. Ik heb nog niemand gehad die zijn. Ja, ik heb het ook echt met veel plezier gelezen. En ik herken ook absoluut jouw humor erin. Ik bedoel, het is best grof. Hè? Het is best. Even misschien voor de mensen die het niet kennen, kun je het verhaal heel kort even samenvatten? Het komt er eigenlijk op neer dat op een bepaalde dag er een ijsrots uit de ruimte beslist om de aarde te vernietigen. Maar natuurlijk, die ijsrots die is even onderweg en wij hebben dat al redelijk vroeg door. Dus wij hebben als samenleving nog, wat was het, 12 of 13 dagen of 14 dagen, ik weet het niet. Twee weken de tijd om, om ons daaraan aan te passen. En het verhaal gaat eigenlijk over een schrijver die het al lang geleden opgegeven had, die eigenlijk al 30 jaar in lockdown was. En die gewoon aan het wachten is voor het einde. En daar komt de jonge vrouw binnen gestormd in zijn huis en die gooit zijn leven overhoop en die neemt hem mee op een soort van roadtrip naar het einde der tijden. En dan gebeuren er een hoop dingen. Euthanasie, moorden, verkrachting. Nee, zit er een verkrachting in? Bijna. Bijna. Veel bloedkots en ingewanden, veel flow. Veel bloedkots en ingewanden. Ja, enorm veel. Enorm veel liters en liters. En vaak ook tegelijk. Bloed, ja. En ingewanden door alles. Elkaar. En ja. Kaka ook, alles. Ja, veel kaka. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik lees heel weinig boeken. Hè, en als ik een boek lees, is het iets autobiografisch. Maar ook wel kaka, ja. Nee, maar... Dit was er één waar ik af en toe, niet letterlijk misselijk, maar me kon inleven en dat de geur ook zo beschreven wordt dat ik echt een beetje bijna onpasselijk van word. Ik had ook het gevoel dat dat de bedoeling was. Ja, 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 absoluut. Ja, ja, tuurlijk. Ik ben een veellezer en ik hou van twee dingen. Hè. Langs de ene kant hou ik van die heel erg intellectuele boeken, waar je zo met dat eindeloos gewauwel en zo, waarvan dat je zelf echt moet uitdagen om tot op het einde te raken. Maar dan krijg je wel heel veel mooie taal binnen. En daar hou ik van. En tegelijkertijd hou ik ook heel hard van pulp. En zo, vooral ook van zo'n ding like The Hitchhiker's Guide. Ja, ja. Maar zo, als het pulp is, dan moet het zo echt ook wel pulp zijn, waarvan hij, zoals hij zegt, de maden... bijna riekt. Weet je wel? Dus het is geen gore, het is geen, het is geen horrorboek of zo. Nee. Want eigenlijk is die vettigheid en die vuiligheid is bijkomstig, maar het dient wel het verhaal. Maar in essentie komt het er een beetje op neer dat die kwetsbaarheid die bij andere boeken en bij literaire boeken in het intellectuele zit, steek ik dan in het lichamelijke. Iedereen raakt constant gewond en er gaan stukken vanaf en er worden flikken in elkaar geklopt. En zoals een gewone dag eigenlijk in het doorleven van een doorsnee. In op het randje van post-apocalyptische wereld. Ja, want de remmingen zijn weg, hè? Ja, dat is wel jouw wereldbeeld van de mens is... niks hoeft, dus alles kan. Dus het eerste wat de mensen gaan doen is moorden, verkrachten en niet meer naar doen. Maar blijven ook wel allemaal thuis. Dat is ook wel blijkbaar. Ja, maar in het begin niet. Hè. In de eerste paar dagen wordt er zo nog wat rondgepoept en zo. Maar na een tijdje net ook. Allee, bedoel, ik denk, als dat nu allemaal... Neem nu dat we 2 weken hebben, Fokke. Ja. Het is gelijk bij die lockdown. Hè. Die eerste 3 dagen hadden ze nog... vrij veel goede voornemens. Hè? Dus die eerste 3 dagen hadden gaan rondpoepen en eten 6 keer op een dag een pita. En weet je wel, en het zoiets van, het kan niks meer fout. Maar na een tijdje zijn dat toch beu. En dan zitten gewoon te wachten. Dat denk ik. Ja, een boekje lezen, tv kijken. Ja, nee, want dat is dan zo. En dan ligt die stapel dvd's dan nog, dat je eigenlijk allemaal nog wel een keer wou zien. Hè? En dan zijn er al 700, in uw geval.
Bijna, ja. Bijna. Ja, maar 650 dan. 695. Maar die moet... ja. Het einde der tijd komt eraan. Je wilt die wel gezien hebben, nee? Anders had die Blu-rays voor niks gekocht. Dat is waar. Dat is heel erg waar. Oei, dat is bij mij... Ja, dat is te waar misschien zelfs. Nee, dus het wereldbeeld is... Die... Wat zijn zo de letterlijke invloeden? Wat zijn zo... als mensen die jouw boek leuk vinden, zoals ik, hè, wat zouden die, wat raad je ze dan aan? Dingen die jou ook beïnvloed hebben, waar het een beetje, wat een beetje jouw voorgangers zouden kunnen zijn? Een van de schrijvers waar ik het meest naar gekeken heb hiervoor is Vonnegut, Kurt Vonnegut. Ja, van naam zegt omwille van het, ja, omwille van het idee dat het is makkelijk te lezen, hè? Het is humoristisch. Ja. Het zijn korte hoofdstukken. Je hoeft u nergens doorheen te ploeteren. Bij Vonnegut heb je dat ook. Maar zijn thema's zijn ook heel... ik wil mijn eigen niet vergelijken met Vonnegut, want hij is echt wel nog 10 trapjes hoger. Hè? Maar zo, zijn thema's zijn heel erg... die mens heeft de bombardementen van Dresden meegemaakt. Heeft daar lijken staan ruimen als krijgsgevangenen. Dat heb ik allemaal niet meegemaakt natuurlijk. Maar hij verpakt dat allemaal heel, heel straffe, heel... humor die tegelijkertijd een spiegel voorhoudt. En dus dat is wel een enorm voorbeeld. Altijd al. Het bekendste boek is Slaughterhouse-Five. Ja, wel, maar dat gaat letterlijk over wat hij meegemaakt heeft daar in Dresden. Hè? Maar tegelijkertijd is dat een verhaal over tijdreizen. Dat zegt eigenlijk ook al wel veel over een man die eigenlijk er niet aan kan doen, maar die altijd maar tijdreist. En die dus probeert een zinvol leven te leiden, terwijl dat hij langs de ene kant dat bombardement meegemaakt heeft en lijken staan ruimen heeft, dat weet ik veel allemaal, en langs de andere kant vastzit in een soort van tijdreisachtige loop. Is dat eigenlijk ooit verfilmd geweest? Want dat is toch een boek... in 72 zie ik hier. Ja, ging het juist zijn in de jaren 70, waarschijnlijk ongelooflijk slecht ik ben het hier verfilmd. Want ik heb hier nog een tweede scherm, hè, dus dat... Het boek werd in 1972, mijn geboortejaar, verfilmd onder regie van George Roy Hill. Slotter, nu moet ik die film zien. Nog een DVD bij. Dat is jouw schuld weer, hè. Oh! En hij is ook uit op Blu-ray. Ik zou die alle twee kopen, maar dat zijn verschillende edities. Vuile smeerlap. Wat weet jij te veel van mij. Maar nee. Ik ga eerst eens... Maar misschien heb ik... Het zou kunnen dat hij misschien heb je hem gewoon. Science fiction aan de jaren 70, daar heb ik vaak wel gezien of toch in de kast staan. Ja. Maar ik kan me er niet direct iets bij herinneren, dus ik ga het eerst eens checken. Zijn er nog andere dingen? Of inderdaad films of zo? Douglas Adams, hè. Ik bedoel, alles. Maar daar hebben we het al, denk ik, 100.000 keer over gehad. Nee, dat was privé waarschijnlijk, op camera of zo. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja. Ja, voilà. Die heb ik nu deze week, denk ik, voor de 70ste keer gekocht. Echt? Ik leen die constant aan. Allee, ik koop die om weg te geven. Zo'n perfect boek. En als dat is niet omdat je verschillende edities moet hebben. Ja, ook wel. Ah, toch ook. Maar zo, als ik iemand ontmoet die dat boek nog niet gelezen heeft en die ook leest, dan vind ik van, weet wel, het kan mij allemaal niet schelen dat het Jane Austen en weet ik veel, en Oscar Wilde en zo van die dingen leest. Het allerbeste boek ooit geschreven, volgens mij, is The Hitchhiker's Guide. Dat is een literaire klassieker die waarschijnlijk nog 500 jaar gelezen zal worden. Ja. Ik weet het, het gaat over ruimteschepen en van die dingen en al. Maar de meeste van die heel ernstige lezers, die omarmen dat boek ook echt wel. Jawel. Douglas Adams is ook wel, zoals goede science fiction, het gaat ook over andere dingen dan over... Ja, ik bedoel, de science fiction wordt gebruikt om van alles te vertellen. Ja. Absoluut. En het houdt echt een spiegel voor aan wat voor bende onnozelaars dat wij eigenlijk zijn. Ja, absoluut. Dat is, dus ja, dat staat eigenlijk op dezelfde hoogte voor mij als Vonnegut. Ah ja. Absoluut. Ik ben zijn graf ooit gaan bezoeken in Londen. Van Douglas Adams. Niet heel bijzonder, maar dat is een heel mooie begraafplaats. Daar liggen ook nog een paar van de Sex Pistols. Die ligt ook daar. Dingen is ook. Marx, denk ik, ligt daar ook. Alleen die alfabetisch of zo? Ja, bij de M. Marx. dat zijn wel... Je hebt zo'n kaartje waar dan de route op staat. Zo efficiënt zijn de Britten dan ook wel weer. Hè? En heel veel mensen laten aan die zijn graf iets achter. Ja, een handdoek. Nee? Ook, maar ook pennen en van alles. Een handdoek natuurlijk. Maar goed, die heeft ook een boek geschreven over bijna uitgestorven dieren. Vind ik ook leuk. Ja, en een van mijn lievelingsboekjes van hem is The Book of Life, geloof ik.
Dat heb ik nooit gelezen, maar daar heb ik wel ook van gehoord. Maar ja. Het is niet echt een verhaal ook. Hè. Het is eigenlijk een soort van encyclopedietje met allemaal woorden in die niet bestaan. Of ja, klopt. Met klanken. En dan koppelt hij dan daar een betekenis aan vast. En er zitten ja. Een aantal Vlaamse gemeenten ook gewoon tussen. Zo. Ik weet niet welke dat zijn, maar zo... Poperingen is dan een ziekte aan de anus. Ik weet het niet welke. En dat is, ook wel, zo, dat is ook wel echt een beetje. Ik zeg gewoon iets, maar ik wil natuurlijk... Igor gaat kwaad zijn op jou. Hey, ja. En dan natuurlijk Good Omens, wat onlangs fantastisch verfilmd is geweest. Ja, hè, die dat is niet van Adams, hè? Dat is van Neil Gaiman en Terry Pratchett. Ah, die elegante. Maar... Ja, sorry, ik verwar die maar soms. Inderdaad, maar die, dat zit ook in die categorie van... Dat is wel van, diezelfde kliek. Nee, ja, dat is waar. Ja, ik verwar die. Ik wist dat het een duo was en ik dacht dat het een van... Maar nee, dat is niet Douglas. Ja, maar Terry Pratchett is ook dood, hè, ondertussen. Ja, die is ook dood. Zijn wel ook de dode... Die ligt bij de P dan. Ja, die ligt niet in dat graf. Nee, want ik ben ook... Ik weet niet of je dat kent, maar dat heeft ook een beetje diezelfde humor en diezelfde... Mm-hmm. Is Red Dwarf. Ja, wacht. Oeh, dat heb ik gezien. Eonen geleden, dat is in de jaren 80 of zoiets, hè? Dat er wordt nog altijd wel gemaakt. Echt? Ja. Er zijn inmiddels, ik denk 12 seizoenen, maar een seizoen is maar 6 afleveringen in Engeland, hè. 12 seizoenen, 11? Red Dwarf is een soort sitcom in space, waarin na het einde der tijden... er is een heel groot ruimtestation, waar iedereen dood is, behalve één gast, die... En een gemuteerde kat en een hologram. En die kerel die hologram is, dat is de irritantste gast aller tijden. Fantastisch gespeeld door die Chris Barry. En dan heb je ook nog de computer, dat is gewoon een stem in een raam. En dat is even en in seizoen 3, denk ik, komt Crichton de robot erbij. Uh-huh. En dan seizoen 3, 4, 5, 6, dat zijn echt, dat is een van de beste science fiction. Want die pakken ook spoeven die Alien of andere films die we kennen. Ja, Red Dwarf is een grote aanrader. Ook op Blu-ray uitgekomen. Ja, ik heb die DVD-box nog van de jaren stilletjes zo, ja. Ergens liggen. En ik heb die ooit een keer meegenomen op vakantie. Dus ik heb van één seizoen zo de eerste en de derde disc nog. Oh, die zit nog in de DVD-ginder. Dat ken je wel, hè? Dus, absoluut ken ik dat. Dus het was zo'n twijfel van, moet ik nog een keer gewoon... een reis boeken naar datzelfde vakantiehuisje. Ja, dan ligt hij er misschien nog wel, hoor. Ja, of koop ik gewoon de nieuwe disc. Ja, weet je, ja, en dan hebben die twee anderen weer over. Dus dan moet je twee keer op reis gaan. En ja, enfin, kijk. Maar goed, terug over je boek. Sorry, maar... Dat is de ondergang, maar we moeten er ook een beetje reclame voor maken. Hè? Ja. Allemaal kopen en al. Het enige wat ik niet snap, is de voorkant... is een soort plaatje van een desolate weg met een auto, met twee auto's op. En dat is van iemand anders, dat heeft een andere iemand, waarom heb je niet zelf iets getekend? Wel, ik wou zo de verwarring... Jij bent tekenaar, sorry dat ik het even zeg. Ja, maar dat is, ik heb dat uit luiheid gemaakt, omdat ik niet zou moeten tekenen in dat boek, maar ik eraan herinner. Nee, het was zo, de vraag kwam, wil dezelfde cover tekenen? En ik vond dat vrij lullig, want dan denkt iedereen aan een cartoonboek en dan komt het thuis en dan misschien zo, oh nee, het staat geen tekeningen in. En ik had al heel lang, maar ik heb je daar al een keer in een andere podcast over verteld, denk ik, die comic The Fall van Jared Moerald. Ja. Dat is eerst in Zwitserland uitgekomen, dan in Frans en dan heel recent ook bij Image Comics. Ik vind dat een ongelooflijk goede strip over het einde van de wereld eigenlijk. Heel ander verhaal, heel ander ding is. Maar ik volg die tekenaar al... Oh, ik weet niet, 10 jaar of zo. Die brengt ook zo ongelooflijk mooie schetsboeken uit als een soort van, facsimile, hè. Dus echt letterlijk. En een van die plaatjes uit de Fall, die ik gewoon had zien passeren op Instagram, was zo altijd in mijn hoofd blijven hangen. En toen dat een uitgever vroeg van, wat voor soort cover wil je graag maken? Kunnen ze zo een keer een moodboard maken, met zo een aantal beelden, en ik had gewoon dat beeld erbij gestoken, met zo de bewoording van, weet je, we moeten eigenlijk niet ver zoeken. Voor mij, als we die tekening kunnen krijgen van die tekenaar, dan is dat voor mij eigenlijk al oké. Wat zo. En die heeft gewoon ja gezegd. Past ja, die heeft gewoon ja gezegd. Die tekenaar zit zo ongelooflijk dicht bij Möbius. En ik ben een ongelooflijke Möbius fan. Ja. En eigenlijk is hij, je mocht dat eigenlijk niet zeggen, want dat is vloeken, hè, maar eigenlijk is hij beter dan Möbius bij momenten. Dat is, en ja, ik bedoel, straks komen er hier boze fans. Hij durft dat gewoon zeggen. Maar het is een Fransman, denk ik. En ik zie juist dat zijn boek The Fall, volume 1, in maart 2021 is uitgebracht. Dus het is juist
opnieuw hier uitgebracht dan? Ja, ja, en hij komt in het Nederlands bij Sylvesterstrips, geloof ik. Oké, okay, alright, super. Ik denk... Maar hij is in het Frans geschreven, begrijp ik. Ja, het is, ja, hij woont in Basel, dus dat is, wat is dat? Oostenrijk, Zwitserland? Ja, ja, zo, ja. Ja, ja. Ja. Nu ben ik wel benieuwd. De Fall van Jared Murald. Okay. Het is een ongelooflijk straffe stuk. Ik zit nu reclame te maken voor een ander boek, weer typisch. Zo. Ja. Hoe bezig. Goed. Maar beter is het ondanks de ondergang. Ja, wel, omdat het en die tekening heeft en zo de schrijfsels van een luie cartoonist. Hè. Ja, wat wel ook is, je hebt inderdaad, dat zijn allemaal hele korte hoofdstukken, want in totaal zijn het er letterlijk 40 hoofdstukken. Mm-hmm. Dat, was dat bewust dat er 40 moesten zijn, of was dat per ongeluk? Nee, ik had gemikt op 23, omdat ik dat zo'n ambetant getal vind. Maar ja, dat was mijn verhaal niet af. Dat is ook wel lullig, hè? Maar ja, eigenlijk was 42 beter geweest, hè? Ja, dat is waar eigenlijk. Oh ja, juist. Maar ja, goed. Ja, ja, kijk, luiheid. Hè? Luiheid. Ja. Dus 40 hoofdstukken, allemaal van inderdaad redelijk snel. Maar wel ook altijd met een soort cliffhangertje. Dus aan het einde dat is een striptekenaar in mij, ja, hè? Ja, ja. Mm. Ja, wat het idee is nu ook, we gaan hem opnemen als luisterboek. Okay. Voor zo'n luisterpunt. Ja, je hebt een heleboel mensen die niet zo goed kunnen lezen. Hè, omdat goed, ik de lui en luisterboek eigenlijk. voor de luie mensen een luisterboek. Nee, niet zozeer voor luie mensen, maar mensen die slechtziend zijn, mensen die dyslectisch zijn. Het heel veel mensen. En de bibliotheken hebben zich verenigd in een luisterpunt of zoiets. Ik weet het niet. Luisterpunt of luisterboekpunt, ik weet het niet. Dat is een VZW. En dus ik ga dat boek zelf gaan voorlezen een aantal dagen. Gaan ze dat opnemen en dan ga je het ook gewoon kunnen beluisteren. Ik vind dat eigenlijk wel een leuk idee. En zo ja, met je zou die ook, je zou er ook echt een hoorspel van kunnen maken. Ja, dat is misschien met ter tijd wel nog de bedoeling. Of zelfs een want het is ook, het leent zich ook wel voor een soort reeks of een soort of een film. Of daar mag ik nog niet veel over zeggen nu. Maar daar ben ik ook wel een beetje mee aan het spelen. Alright. Maar we zeggen niet. Nu heb je al te veel gezegd. Nee. Jawel. Want we gaan dat eruit knippen. Nee hoor. Oh, er is toch niemand die luistert. Hopelijk nee, dat, is wel, dat, nee, dat blijft niemand. Op het internet staan. Fuck. Nee, ja, maar ja, goed, altijd. Nee, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, dat zou ik geweldig zijn. Ja, dan hebben we natuurlijk nog... Weet dat is? Die personages zijn heel... Het ding drijft op die personages. Hè. Zo gelijk zo'n personage, like Duve Jung, die komt ook gewoon voor in een animatiereeks die ik aan het voorbereiden ben. Die zat daar al in. En ik had een begrafenisondernemer nodig. Dus ik dacht van, ja, weet je, dan leen ik die gewoon... Dus dat wordt stilletjes aan, zo één universum. Ja, het Lecter-universum. Ja, want deze week maandag bijvoorbeeld stond zijn groep, Fecal Confetti, die dus ook voorkomt in het boek. Ja. Was gewoon een poster op de achtergrond van een cartoon die in de krant stond, in een platenwinkel. Dat kan nu allemaal, hè. Dus dat al die dingen geweldig. Beginnen zo in elkaar over te lopen. Hey, en ook, want ik dacht, die Sol, het hoofdpersonage heet Sol Invictus, dat is waarschijnlijk de artiestennaam van de schrijver, hè? Dat is wellicht niet zijn echte, of ja, dat weten we niet. Want, ja, of zijn achternaam, wie weet. Of wel een echte naam. En een eenvoudige Google search levert op dat een personage is in Warhammer. Ah, dat wist ik niet. Ah, echt? Het is een mythisch personage, het is een mythologisch figuur. Hè? Sol Invictus is de onoverwinnelijke zonnegod bij de Romeinen, dacht ik. Ah. Dus dus Warhammer heeft het ook daarvan. Jij ja, ook. Waarschijnlijk. Ja, ja. Dus er zitten heel wat... ook weer, just like bij Red Rider in der tijd, hè, heel wat kleinere spelletjes en dingetjes die dan voor de heel erg oplettende... lezer erin zitten. Ja. Maar ik ga die niet verklappen nu, hè, maar Sol Invictus is bijvoorbeeld een van die dingen. Ja. Ja, zo heet het hoofdpersonage, dus dat vind je... Ja, en ja, ik zeg het, ik heb het heel veel, met veel plezier gelezen, en het gaat inderdaad, het gaat rap vooruit. En doordat je die cliffhanger vorm hebt, kun je het ook moeilijk wegleggen. Want je denkt... En ook omdat die fucking hoofdstukjes met een paar paren zijn, denk je, nou ja, dan lees ik er nou wel even bij. En dan zit je een paar uur later en heb je het uit. Ja, ja, want dat zijn ook het soort boeken dat ik graag lees. Hè. Ah, ik ben nu bezig aan... ik was de vorige podcast al bezig met Jerusalem van Alan Moore. Ja. En de podcast daarvoor ook. En nu zit ik aan pagina 7. Ja. Dus, dat is zo... Ja, ik lees niks van Alan Moore. Fuck die shit. Dat is echt wel heftig. Dat is Nee. Ik bedoel, een halve pagina ver heb je 29 personages met een kaart bij en zit je al met van die rode draden in je slaapkamer. Nee, weet je, dan noemen kunstkakkers dat dan hermetisch en ik noem dat dan onleesbaar. Wel,
Wel, ja, het is onleesbaar, maar tegelijkertijd echt doorbijt. En maar, dan moet je echt wel doorbijt, want dat is zoiets... Dan moet je echt 20 uur aan één hoofdstuk besteden. Als je echt doorbijt... Je ziet het ochtendgloren ontwaren in de verte. Je voelt dat er daar iets aanwezig is. Maar ik denk niet dat ik dat boek op een jaar tijd uit kan hebben. Nee. Dus ik lees daar andere dingen tussen, met kortere... En dan is zo'n Vonnegut perfect, hè. Ik bedoel, je kunt heel zijn oeuvre lezen op anderhalve maand tijd. En dan heb je evenveel gelezen als bij die in Jerusalem. En evenveel... Ja, je hebt me wel, die Vonnegut, ik ga dat wel checken. Want ik zeg het, ik ben geen lezer. En als ik al lees, dan is het... ik ben wel een beetje de lezer, maar het zijn altijd... Want ja, ik zit voor een boekenkast, van fuck sake. Maar het zijn wel al... het is wel, laten we zeggen, 90% non-fictie. Mm-hmm. En daar, maar ja, goed. Dus, maar als je eraan begint, dan raad ik aan om het echt wel in het Engels te lezen, want de Nederlandse vertalingen zijn graviteren ergens tussen best wel oké en grof kut. Ah ja. En dan Modernacht, is een van de, van zijn beste boeken. Is ook veel minder zwaar dan... Slaughterhouse 5. Ja, dan Slaughterhouse 5. Of Cat's Cradle. Is ook heel goed. Het gaat ook weer over het einde van de wereld. Ah, ja. En, Was dat iets waar je... is dat iets waar je graag leest? Science fiction en dat soort dingen? Of was dat gewoon een ingeving van dat einde van de wereld om je verhaal ook een soort begin en doel te hebben? Of is dat ook echt wel iets... Ben je ook wel een science fiction nerd? Ja, ik ben wel een science fiction nerd. En dat einde van de wereld, dat zat er gewoon in, omdat ik... al een tijdje denk dan mijn tijden... Allee, ik heb zo'n tijdje met het idee gelopen, zo van... weet je, ik heb nou The Walking... Wacht. Oké, moet opletten wat ik vertel, of het van die psychiaters aan te pas komen. Dat is heel goed. Oké, na The Walking Dead, dus na de comic gelezen te hebben, dan begint dan die tv-serie, kijk je die tv-serie, die de best niet met weken interval kijkt, want dan is dat een kutserie, maar als je ze echt elke dag een paar afleveringen bekijkt, dan is die serie redelijk goed. Ja, toch de eerste paar seizoen zo. Ja. En ik had zo'n periode... Ja, ik denk, net als jij, ik rijd niet een auto. Nee, ik rijd ook geen auto. Nee. Dus en ik had zo'n periode dat mijn fiets kapot was. En dan kun je twee dingen doen. Ofwel ga je naar een fietsenmaker en get it over with. Ofwel kun je dat 7 maanden uitstellen en overal te voet gaan en de bus nemen. Ja. Yep. Dus ik ging overal te voet en ik nam de bus. Been there, done that. Om mezelf een beetje in mijn hoofd bezig te houden, beelde ik mij altijd in dat we zo in een post-apocalyptische wereld leefden. En hoe zou ik de dingen inrichten? En wat zou er hier gebeuren? En zo, weet je wel? Zo, ja, hier zou ik zandzakjes leggen en daar misschien, ja, die een bus die daar staat, schuift dat daarvoor, dan kunnen er geen zombies door. Dus ik heb eigenlijk een paar jaar geleden echt... 7 maanden het einde van de wereld geleefd, omdat mijn fiets kapot was. Dat klinkt niet goed, hè? Daar is werk aan, zouden mensen zeggen. Goed, maar dus eens dat mijn fiets hersteld was... Ik moest ook denken, toen ik dat las, daar zit ergens een ding in, ze moeten naar een apotheker, en dan komen ze aan die apotheek, maar die apotheek is afgebrand, die is dan geblust, en daarna nog eens verbrand. In brandstof, dat is zo voor mij de metafoor van zo menselijk, van hoe dat wij zijn als mensen. Je ziet dat vaak, hè? Ja. Zo iemand die met zijn auto gereden heeft, die zo zijn bumper eraf gereden heeft, die dat er met duct tape weer aangeplakt heeft, en dan heeft hij dezelfde bumper nog een keer een deuk, of heeft er daar iemand vuil opgeschreven. Ja. Dat is wat het is om mensen te zijn. Dat lees ik ook heel erg in je boek. Dat is zo, wij zijn zo echt een bende onbeholpen, onbenul. Maar ik vind zie dat jou dan van... door die stad lopen en naar zo'n apotheek gaan en zeggen afgebrand, eerst geplunderd, dan afgebrand, dan geblust en dan nog eens afgebrand. En waarschijnlijk nog een keer geplunderd ook. En dan nog eens geplunderd, ja. Voilà. Nee, maar en als je een beetje een levendige fantasie hebt en je fiets is 7 maanden kapot, na een tijdje, dan begin je ook te oriënteren op, ah ja, maar wacht, dat is daar in de buurt van die afgebrande apotheek. Dus, of ja, kijk, het was therapeutisch dat boek schrijven. Ja, duidelijk. Maar dus nee, maar op een bepaald moment, dan als ik dan daarmee bezig was, was dat onmiddellijk het uitgangspunt. Omwille ook van die science fiction, want ja, uiteindelijk... Hitchhiker's Guide begint ook met het einde van de wereld. Hè? En ik wou me daar niet mee meten, want dat is zo... Ja, kut daar niet aan. Nee. Maar er zijn best wel redelijk wat boeken die beginnen met het einde van... Good Omens begint ook met het einde van de wereld. Klopt, de dingen wordt aangekondigd. Het Armageddon, of wat is het? Ja.
en dan moeten ze er maar door. Hè. Dus ik vond dat ergens zo een kookwekkertje zetten op een verhaal wel handig, omdat ik dan niet blijf schrijven ook. Dat vind ik ook goed gevonden. Op een gegeven moment, het is een grote ijsklop die er aankomt. En omdat dat ijs is, geeft die ook licht eigenlijk. Hebben ze eigenlijk op een gegeven moment twee zonnen, of toch iets wat ook licht van de zon reflecteert. En dat zijn dingen dat ik denk van, heel vaak zie ik reeksen of zie ik dingen op tv dat ik denk, ja, maar jullie hebben nu een science fiction of een zo'n plot en jullie hebben daar niet echt goed over nagedacht. En dat is bij jou wel. Ik had dat heel erg bij Blackout, die Vlaamse tv-reeks, heb je misschien niet gezien? Nog niet gezien, nee. En dat is volgens mij, en als het niet zo is, dan mijn excuses, maar dan heb je het slecht gedaan, is dat geschreven, dus dat gaat over elektriciteit valt uit, meerdere dagen, en wat er dan gebeurt. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het een soort moordverhaal of een soort terroristisch verhaal, weet je wel, een beetje 24. Maar de startpunt is alle elektriciteit is uitgevallen. Ja. En wat gaat er dan gebeuren? Dus ja, alles valt uit en je koelkast valt uit. Maar ik begin dan te fantaseren. Na 3-4 dagen, ja, dan is iedereen zijn shit ontdooid en kapot en rot. En als je dan zo gezegd na 3-4 dagen iemand een broodje zit te eten, wil ik weten, waar komt dat broodje vandaan? Voilà. En als je daar niet... Dus ik ben ook een beetje zoals jou dan. Dus, maar ik zit naar die film te kijken en denk, jullie hebben dat nu gewoon gebruikt als een soort plot-element, maar jullie hebben daar niet... En we geven snel iedereen satelliettelefoons, dus dan heb ik dat ook niet... Weet je wel, we lossen daar even rap op, want oh shit, ja, ze hebben geen elektriciteit, dan vallen hun gsm's uit. Nou, dan geven ze satelliettelefoons, dan is het, weet je wel... Nee, fuck you, gasten. Ik wil weten, er was geen, wordt niet geplunderd, er wordt niet... Snap je? Uh-huh. Jawel, maar dat zijn zo van die dingen dat je wel heel vaak hebt, hè, en zo zombiefilms en zo. Iedereen heeft, met die Amerikaanse series kan ik daar ergens wel snappen. Iedereen heeft massa's wapens en zo. Ja, maar, wel, hè. Ja. Ja, maar weet je, maar je weet dat van dat zombie-ding waar ik mee bezig ben, hè. Ja. Als je daar dan vanuit een Vlaamse optiek of een Europese optiek naar kijkt, iedere wapen dat erin schrijft, heeft een reden nodig. Ja. Ik ben nog nooit in het echt een wapen tegengekomen. Ja, behalve bij de flikken. Ik weet niet eens of er kogels in zitten dan. Nee, precies. Ben die daar geld voor? Ik denk het niet. En dat zijn allemaal van die zaken die dan eigenlijk een deel van uw verhaal worden. En op zich maakt het dat ook wel interessanter, hè? Want zo een ongebreidelde zombiefilm... Ja, ik heb nu laatst Army of the Dead gezien. Ja. Doet dat niet. Dat is 3 uur van uw leven. Weet dat, de Zack Snyder... Ik heb me geamuseerd. En ik vond de baas... ik vond de baas zombie wel interessant en zo, maar ja... Ja, het is Zack Snyder, hè. Dat die film ook kunt maken, dat hij gewoon 1 uur en 20 minuten duurde. Maar dat is wel alles wat hij doet. Dat is altijd. Ja, dat is waar. Ja. Dus zo, ik denk dat dat zo iemand is die, als hij op feestjes een speech heeft, dat iedereen al... Allee, een jaar ouder is tegen dat hij gedaan heeft. Zodat hij sowieso. En dan slaat hij papier om voor het volgende deel. Ja, voilà. Dus ik wil Oh ja, wat ik nog wou zeggen. Gaast. Zack Snyder, zijn begrafenis gaat 3 weken duren. Maar er komen wel heel veel lekkere wijven. Ja, waarschijnlijk wel. Dat dan weer wel. Ja. We kunnen alleen maar hopen dat hij niet terugkeert als pas zombie. Dat is meer Michael Bay. Hè? Zack Snyder, ja goed. En ook die Superman, die superheldenfilm. Ja, daar kun je over discussiëren. Nee, ja, ik vond het, dat was niet per se heel goed. Pas op, die Dawn of the Dead van hem is heb ik de dag erna dan gezien. Uit een vorm van masochisme, want ik had net Army of the Dead gezien en vond ik maar niks. Dus dacht ik, ga nu die in Dawn of the Dead een keer bekijken. Die zit dan wel weer lekker in elkaar. Ja. Ook hier en daar weer van die fouten, zoals dat al beschreef, gelijk met die broodjes en zo. Hè. Ja. Dat zat er daar wel weer in overvloed in. Maar dat is wel... dat was een film dat ik eigenlijk al 15 jaar een keer wou zien, omdat ik gelijk nooit... Ja, aangeraakt was, en dan plotseling staat hij op Netflix. Het is natuurlijk ook een remake van een Romero-klassieker, waar iedereen een beetje vanaf zou moeten blijven, maar hij heeft dat eigenlijk best goed gedaan. Dus zombies en dat soort dingen. Ik moet het natuurlijk voor de vorm vragen, maar komt er een vervolg? Ah, wel, ja.
Maar ja, geen vervolg, want het is gedaan, hè. Er komt een prequel. Er komt een volgend boek. Weer met zo'n soortgelijk uitgangspunt. Maar weet je, ik kan er nog niet veel over vertellen, want had ik u 5 jaar geleden plot verteld van dit boek, trekt er uiteindelijk ook niet meer op. Maar ik ben wel ondertussen weer begonnen met iets anders en nieuw. Moet maar bepalen of je het wil zeggen of niet, maar ga je met dezelfde personage aan de gang, of zijn het andere mensen die in dezelfde 2 weken volgen? Wel, een van de personages... Het heeft een aansluitingspunt, maar het heeft er verder niks mee te maken. Het speelt zich af in hetzelfde universum. En een van de personages is de zanger van Fiekel Confetti. Dus. Dus eigenlijk de gast die Duve Jonk buiten shot. En die scène zit er ook in, normaal gezien. Wanneer dat Duve Jonk buiten geshot wordt uit de groep, omdat hij ukulele wil spelen in een death metal band. Just. Maar het gaat dus eigenlijk over de zanger of de frontman van een doom metal, death metal band, dat soort ding. Ja. Maar goed, heel veel lekker nog niet, zeg. Ja. En dus het eerste gaat over... een misantrope schrijver. Daar zijn ook wel voorbeelden van, hè? Van misantrope. Bukowski, moet ik daar ook een beetje Bukowski aan denken? Ja, ding is, de man die werk vond van Brusselmans. Ja, ja. Is een soortgelijk personage. Maar vooral, ja, lekker wat zegt Bukowski, hè? Maar dan, ja, Bukowski is eigenlijk nog veel venijniger, denk ik, omdat het autobiografisch is, denk ik, in zijn geval. Maar in hoeverre is dat van jou autobiograaf? Ik bedoel, voel je jezelf... Want ik zie ook wel een zanger van een doom metal band, een schrijver van een misantropische, een beetje op zichzelf gerichte schrijver. Ik voel toch een beetje Steven de Grijs in die zaken. Het zijn altijd uitvergroting van jezelf, hè. Ik ben ook een beetje een antenne, natuurlijk. Er schuilt een beetje... er zitten een aantal personages tussen die letterlijk uit mijn jeugd gevist komen. Nonkel is letterlijk... Ja. Zijn 2 nonkels dat ik samengekleefd heb. Wat eigenlijk ook veel zegt. Want over nonkel hebben we het nog niet uitgehad. Maar dat is een personage die tegelijkertijd... op hyperbolen leeft en die de meest fantastische verhalen altijd aan elkaar kleeft en die in eender welke situatie specialist is in iets. Ja. Dat is gewoon een familielid dat ik uitvergroot heb. die ondertussen ook al dood is, dus kan hem... Ik vind daar is nog wel spijtig dat hij het niet meegemaakt heeft. Ja. Dat geboortedorp is mijn geboortedorp wel. Ja. Maar ja, dat zijn uitvergrotingen. Dat zijn ook... Heel veel dingen. Er staat volgens mij wel geen standbeeld van jou in je geboortedorp. Nee, gelukkig. Nog niet? Nee, gelukkig. Ik ga beginnen telefoneren. Nee, dat gaan we niet doen. Tenzij dat het zo'n grote neuskeutel wordt, in een boek, dan kunnen we erover babbelen eventueel. Nee, maar zo... dat verhaal van zo... het was in dat geval een kunstenaar die... een standbeeld kreeg, ik weet niet meer welke schrijver dat was, daardoor was ik dan getriggerd, en dat was zo het voorbeeld van waarom dat ik daar iets mee wou doen, is zo dat gelauwerd worden tegen je hoesting in, ja. En dat was wie was dat die dat geschreven heeft? Ja, ik weet het ook niet, ik heb geen idee. Mijn brein werkt zo goed niet meer, vrees ik bij mij. Nee, ik zal het een keer opzoeken. En in elk geval, zo dat idee dat je ziet dat vaak, hè. Ik heb eigenlijk een beetje compassie met standbeelden vaak. Als je zo in een gemeente komt of een stad waar je anders nooit moet zijn, en je komt eraan en er staat daar een standbeeld en je weet niet wie dat is. Nee. Eigenlijk is dat al schaamtelijk, hè. Weet al, die man heeft geleefd, heeft van alle grote dingen gedaan, of vrouw heeft van alle grote dingen gedaan, ze hebben hem een standbeeld gegeven, en dan staat er daar een onnozelaar die op bezoek komt en die weet niet meer wie dat is, en misschien 30 jaar geleden. Meestal, heel veel echt standbeelden worden niet meer gemaakt, hè, van mensen de laatste 50 jaar. Zijn het er niet zoveel meer? Nee. Maar zelfs dan zeiden die vaak... Dat is al vaak een heemkundige kring. Die zo een oud-voorzitter... Die ooit een keer ergens, weet ik veel... Een wielerwedstrijd gewonnen heeft. Ja. Alweer in Poperingen. Waarschijnlijk in Poperingen. Ja, dus die dan daarvoor... Ja, zoiets... maar ja, dus met standbeeld... Ik stel me vaak de vraag van... Waarom laten ze het staan?
terwijl dat er hier eigenlijk ook een auto had kunnen parkeren. Zo. En dus, ja, voilà. Ja, ze halen daarna tegenwoordig ook wel een aantal weg, hè, van mensen die een beetje twijfelachtige achter zich hebben. Want dat is natuurlijk ook, de ene jaar word je vereerd, het volgende jaar word je verketterd. Ja, wel, voilà. Ja, dat, ja, is dat ook, is het, hè. Hoe het in elkaar zit. Tot zover onze... Ja, jij schrijft natuurlijk ook heel veel andere dingen, behalve je cartoons. En er komt ook een ander boek van je uit, deze volgende week of zo. Ja. Ik heb een pamflet geschreven, een soort van liefdesverklaring aan de vrije meningsuiting. Alright. Met zo, hoe moet ik dat gaan zeggen? Een beetje omschreven van hoe de situatie ervoor staat in West-Europa voor cartoonisten. Dus een beetje ook een uitnodiging naar mensen die... die daar hard mee bezig zijn, die zo zich zorgen maken over censuur, om erover na te denken, om erover te praten. En vooral ook een klein beetje duiding van waar we ons echt zorgen moeten over maken in heel dit debat en waar niet. We staan ons een klein beetje blind op de verkeerde zaken. Ik vind dat dat een volgende podcast moet zijn. Dat zou wel eens kunnen. Kijk eens aan. Tot die tijd moeten de mensen ondanks de ondergang kopen en lezen en leuk vinden. Ze moeten het leuk vinden. Ze moeten. Ze hebben geen keus. Ja, ze hebben nog maar 14 dagen te leven. Ja, precies. Over 14 dagen. Het ligt bovenaan een stapel, dus. Ja, moet je het bovenaan leggen. Dat dikke boek van Alan Moore kom je toch niet meer doorheen. Nee, daar hadden 14 dagen. Dat hij toch moet over nadenken, eerlijk gezegd. Dat is waar. Maar ja, goed, misschien doet hij dat niet meer. Dat is toch Alan Moore natuurlijk. Ja, precies. Misschien leest hij op die is vooral dagen, beter met Alan Moore zijn, denk ik. Voilà. Dus, dan doen we Zack Snyder het verfilmen in Jeruzalem. Dan kunnen 14 dagen in de cinema gaan zitten. Ja. Met uw thermos en uw... Ik vond die Watchmen niet slecht. Ik vond dat niet slecht. Ja, dat is waar. Watchmen was goed. Ja. Die tv-serie trouwens ook. Die dat is fantastisch. Die dat was echt die muziek van dinges. Trent Reznor. Ja, godverdamme. Ja. Sorry, ik heb gevloekt. Ja, piep dat eruit. Hè. Ja, ik neem het er wel uit, want dat is... dat mag nee, niet, dat is echt... Dat is... Kiekevel. Ja, ik vond dat ook ongelooflijk goed. Die man die dat gemaakt heeft, die Watchmen-reeks... die snapt het boek. Of tenminste, die heeft zijn interpretatie van het boek. Die heeft dat boek in laten leven. Die heeft ook iets anders gemaakt. En dat heet The Leftovers, denk ik. En dat vond ik ook niet slecht. Ja, absoluut. Ja. Vond ik ook niet slecht. Maar goed, dat moeten mensen niet kopen of bekijken of lezen. Nee, geen ze tijd moeten, voor... ondanks de ondergang, lezen, kijken... Alright. Ik heb er nog meerdere exemplaren van. Kunnen de mensen op je site een gesigneerd exemplaar bestellen of zo? Ja, dat kan. Dat kan. Ja. En voor mensen die al ingeënt zijn, ik kan er ook een keer in niezen. Met gratis COVID. Lectre.be, dus dat is lectre.be. En daar kun je allerlei... Want ik heb daar dit boek heb ik daar ook besteld met... Met geweldige tekening in. Voilà. Hier. Hopla. Super gaaf. Steven Lecter de Grijze. Enorm bedankt voor het gesprek. Het was een heel fijn gesprek. Tot de volgende week. Tot de volgende week eigenlijk. Tot snel eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel. Joe.